Er zit natuurlijk ook een idee achter. Vermijden dat een tegenstander daar komt waar die kan dreigen. En dat levert Cercle bijvoorbeeld ook wel wat op. Met vooralsnog maar 2 tegengoals en al 3 clean sheets. En dit is dan de openingsgoal van toch denken. Kijk, hij liet zich niet afleiden door best veel duels waar hij het lastig had. Waarin ze aan hem gingen hangen. En in blessuretijd van de eerste helft, kort voor het einde, is een kopbal van op aangeven van Sique. Kon Gillekes daar beter bij? Ja, het was lastig door een bal die botst. Net voor zijn positie natuurlijk. En dus moeilijker om hem weg te zetten. Dat wel. Ja, stevig, krachtige kopbal dat ook. Misschien was er meer.